Hartelijk welkom. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Dubieuze Dingen, deel 3 alweer. Heb je de vorige 2 afleveringen gemist? Klik dan even op het linkje hierboven. Dan kom je in de afspeellijst terecht waar deze video's allemaal in staan. Wil je niets missen van deze video's? Druk dan even op abonneren en op het belletje ernaast. Dan blijf je sowieso op de hoogte. Nou, weer een hele bak kalender meegemaakt afgelopen week. Ik ga het je niet langer in spanning houden. Ik kom straks er wel even bij terug. Maar we gaan eerst maar eens even kijken naar wat er zo al afgelopen week gebeurd is. Veel plezier. Ja, en we zijn bij de afslag A12 bovenaan bij Benthuizen. Dan gaan we rechtsaf. We pakken inmiddels de baan, want de rechter wordt zo meteen afgesloten. Dan komt er even snel een autootje tussendoor. Die gaat gelijk door naar links. En ja, die vrachtwagen wil ook de linkerbaan, want die moet straks links afslaan. Oeh, dat gaat maar net aan. Goed, mensen. Dan gaan we even kijken in een close-upje hoe dat er eigenlijk uitziet. Dat kon je helemaal goed zien. Hij gaat gelijk naar links en die vrachtwagen wil ook naar links. Oh jongens, hij staat maar net aan op zijn rem, jongens. Het gaat maar net aan goed. Een bijna ongeluk was hier weer gebeurd. Dit is al gelijk in een close-up. Wat zie ik daar in de verte? Ja hoor, een auto die inhaalt bij een dubbele doorgetrokken streep. Jongens, dat kan je zoveel geld kosten. Dubieus, maar ja, hij had haast zeker. Hier staan we voor een verkeerslicht te wachten. Een beetje verkouden, sorry. Hij is rood en de auto voor mij staat netjes te wachten. En hij is groen. De auto voor mij staat nog steeds netjes te wachten. Rij je maar hoor, hij is groen. Ja, dankjewel. Hierna hebben we een leswagen die moeite heeft met optrekken. Ja, dat kan gebeuren, hè? Daar is een leswagen voor. Dus zo dubieus is dat eigenlijk niet. Maar toch wel even leuk om te laten zien. Hier zijn we bij de N11. Het aloude probleem wat daar is, is het verkeerd voorsorteren dingetje. Kijk, die auto daar aan de linkerkant, die pakt de verkeerde afslag. Je denkt dat hij dan de volgende afslag gaat pakken. Dat is eigenlijk wel een beetje de bedoeling. Maar wat gaat hij doen? Hij denkt, oh, ik ben helemaal verdwaald. Ik wil helemaal niet naar links. Weet je wat, ik ga voor de verandering gewoon een keertje lekker naar rechts. Ik wil helemaal die N11 niet op. Ik wil daar ver van weg blijven, dus rechts afslaan. Ja, kan natuurlijk ook. Deze vrachtwagenchauffeur die denkt... In de bocht, joh, ik ga wachten tot iemand anders weg is. Ik wacht eigenlijk al op hem. Hij zat een paar keer te zijn van, nou, kom maar dan. Nou ja, ik bedoel, je had voor mij vorige mogen hoor, jij bent in die bocht. Maar ik vind het wel heel erg lief. In het kader van Doe eens lief, heeft hij gedaan. Dankjewel, vriend. Hier zijn we op de A12. We zijn namelijk net... snel weer opgegaan bij Woerden en daar staat iemand wat te doen. Maar wat staat hij daar nou te doen? Staat hij nou zijn tank te vullen ergens mee? Of kan ik niet helemaal goed zien. Er wordt een heel klein schermpje zit ik daar namelijk te kijken. We staan ook een beetje in de file zoals je ziet. Het was een beetje drukker richting Den Haag. Maar wat staat hij nou te doen? Ja, we gaan toch even lekker of hij staat. Wat staat hij te doen? In zijn tank te pissen? Dat lijkt het wel op, hè? We rijden er even voorbij en pakken even een close-upje, want ik kan het niet helemaal goed zien, dus... Ah, hij staat naast de tank te pissen. Ja, het was maandagochtend, hè? Hij stond nog vol. En weer bij die N11. Iemand die weer verkeerd links voorsorteert en toch eventjes op een andere baan wil gaan staan. Het is een Belg en hij wil nog even zijn auto netjes parkeren. Een stukje achteruit, dat hij wat netter komt te staan, maar zijn achteruitrijlichten blijven branden. Ik ben wel benieuwd wat er nou gaat gebeuren als je zo meteen gaat optrekken. Oh, ja, toch een klein stukje achteruit. Ja hoor. En dan toch wel weer naar voren. Dat zagen we natuurlijk niet helemaal goed, dus tijd voor een close-upje dan maar. Hij gaat naar rechts, want hij stond helemaal verkeerd voor gesorteerd. Zelfs 2 banen om, hè? Ongelooflijk. Ja. Even netjes zetten, want ja, toch het overige verkeer niet hinderen. En dan blijven die achteruitrijlampen branden. En op het moment dat het verkeer zich straks op groen gaat, gaat hij dan net toch dat tikje naar achter eventjes, denk ik. En dan... ja hoor, gaat hij rijden. Hartstikke fantastisch. Gelukkig schoot hij niet al te ver door. Wij vrachtwagenchauffeurs kunnen er ook wat van. Hier gaat er eentje van onze collega's naar links. Uiteraard weer bij die N11. Het schijnt nog een moeilijk te zijn. En toch maar weer naar rechts. Even vlak voor die personenauto nog. Ja hoor, om het even een beetje lekker veilig te houden. Hier zijn we bij Nesselanden.
bij het kruispunt al daar. En op de N219 richting Zevenhuizen. En uiteraard voor iedereen voor die vrachtwagen, want die rijdt al zo langzaam. Jongens, ruimte zat, dus helemaal geen probleem. Maar deze had eigenlijk nog wel eventjes achteraan kunnen sluiten. Wat mij betreft dan. Tot zover even deel 1. We gaan zo meteen verder met deel 2. Ik heb op de vorige video aardig wat reacties ontvangen. Waarvoor hartelijk dank allemaal. Erg leuk. Waaronder van Tamar, die vindt dat ik 5 kwartier in een uur lul. Man, wat kan jij lullen zeggen? Ik dacht dat ik veel lulde, stuurde ze er zelfs bij. Nou Tamar, neem een videootje op, maak het even scanbaar, plak ik hem er lekker tussen, zit je er de volgende keer gewoon bij. Ja, toch? Guido Maassen, die vindt dat het muziekje wat eronder door zit absoluut niet kan. Nou Guido, stuur jij me dan even een leuke suggestie naar ikweeteenleukmuziekjevooronderjevideo@minitrans.nl. ikweeteenleukmuziekjevooronderjevideo@minitrans.nl. Hebben we dat alvast weer kort gesloten. We gaan zo meteen snel verder met deel 2 en we trappen af met een terreinchauffeur die wel heel erg graag in beeld wilde. Dit is Jur. Jur, je zit je haar wel goed, jongen, ouwe filmster. Hier rijden we op de A4 richting Amsterdam. Deze vrachtwagen rijdt al heel lang op deze baan. En besluit toch ineens op het laatste moment nog eventjes naar rechts te gaan vlak voor die personenauto. Waardoor die noodgedwongen eigenlijk over de doorgetrokken streep heen moet. Niet heel erg netjes natuurlijk. Hè. Dat gaan we even in een close-upje bekijken. Kijk, hij rijdt al een poos op die baan. Je denkt dat hij rechtdoor blijft gaan. Maar niets is minder waar hoor. Want hier komt die witte auto aangereden. En bam, knal hem er even lekker voor mensen. Vol in de ankers. En dan toch maar gelijk er voorbij. Zou ik ook doen. Dubieuze actie van die vrachtwagenchauffeur dus. Hier zijn we op de N207. Richting Alphen aan de Rijn. Bij Rotonde staan wij al stil. Want er is een ongeval gebeurd. En daar komt een politieagent aangereden. Een politieauto. Want die wil daar gaan helpen. Ja, wij staan echt wel aardig vast hier. Stond er al een aardig tijdje eigenlijk. Wat er nou precies gebeurd was, dat wisten we nog helemaal niet. En opeens komt daar een agent. Maar hoe gaat hij daar nou heen? Ja, want daar komt tegen het verkeer aan. En echt een berm heb je daar niet. Om er tussendoor te rijden. Of ruimte voor het tussendoor is er niet echt heel erg veel. Dus even wachten hoor. Maar dan komt hij dan ook zo meteen. Misschien een beetje knippen de volgende keer. Lekker technisch gedaan ook. Mooi filmpje zo. Ja, daar komt hij aangereden. Oma Gent. Fantastisch. Daar krijgen we nog een kleine rebound van. Oftewel een close-upje, alleen dan wel geknipt. Kon niet helemaal goed zien, daar is oma Gent. En knip, en plak, daar is oma Gent. Dat zie je dat het wel snel kan. Ja, dacht ik ook. Wel een held hoor, want dan ging ik daar helpen en we waren opeens vrij vlot toch weer vertrokken. Fantastisch gedaan. Hulde aan de politie. Hier komen we van de Amaliabrug af en het licht is groen, alleen die voor mij zit een beetje te slapen volgens mij. Dus even toeteren en dan wordt hij toch ineens wakker. Wederom op de A4 zit er iemand voor mij die opeens de gas een beetje aan het loslaten is. Ja, je kan maar druk zijn onderweg met iets. Maakt op zich niet zo heel veel uit, dan gaan we er gewoon voorbij. Ik geef een beetje gas bij om toch wat vlot voorbij te kunnen gaan. Laat er geen auto passeren. Die komt hij zo met naar links in beeld en dan duik ik erachter. Tenminste, dat denk ik, dat ik er dan voorbij kan duiken. En oh, hij wordt ineens wakker. Oh jee, die vrachtwagen rijdt wel erg hard. Nou, die gaan we natuurlijk niet voorbij laten gaan. Ik ga opeens maar weer even gas bijgeven. Er zit wel eentje uit de ergernis top 10 hoor jongens, want dat kan natuurlijk niet hè. Let een beetje op je overige weggebruikers. Als je 90 gaat rijden is prima, maar als je 80 gaat rijden, dan rij je echt te langzaam of langzaam. Dat moet je niet doen, moet je niet doen. Hier gaan we linksaf, twee banen gaan hier linksaf, naar de toerit van de A5, vanaf Amsterdam-Westpoort. Naast mij zitten een aantal auto's, die komen er gewoon helemaal keurig netjes voor. Nader hier het verdrijvingsvlak. We zijn er bij het verdrijvingsvlak. Oh, er komt er toch nog eentje. Ja, nee, die had toch eventjes geen geduld om... Hé, wat gaat hij nou doen? Die ene gaat op de vluchtstrook rijden, de ander... Ik dacht dat hij er wel even voorbij ging, maar ging dat dus toch niet doen. Oké, nou het valt mij weer niet tegen. Stukje verderop op de A5 zie ik opeens een vrachtwagen naar rechts duiken.
wat ligt daar nou weer op de weg? Ja, daar ging hij even voor ontwijken natuurlijk. Dat gaan we eventjes van dichtbij bekijken wat daar nou precies ligt. Ah, van een vrachtwagen afgevallen zo te zien. Een wielkap. Zover dus wat ik afgelopen week heb meegemaakt. Was niet eens alles, hè. Ik had nog een beetje gefilterd. Ik ga wel weer vrolijk verder sparen voor de volgende week. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. Wil je nog meer zien van dit YouTube-kanaal? Kijk dan even in de afspeellijsten hiernaast. Ik dank je vast nu hartelijk voor het kijken. Reacties kun je hier onder de video kwijt. En graag tot de volgende keer. Doei! Doei!